Café De Pascha is gevestigd aan de Hoogstraat in het centrum van Schiedam, tussen woningen en winkels. Bewoners van de Hoogstraat die werden in de nacht van 15 op 16 mei opgeschrikt door een harde knal. Om 2:30 s'nachts kreeg de politie melding van een explosie vlak voor Café Pascha. De verdachte van die explosie die sloeg daarna op de vlucht. Hier komt de dader aanlopen. Hij plaatst het explosief en gaat er vandoor. Dan volgt de explosie. Dit is niet het eerste geweldsincident bij het café in Schiedam. Op 2 mei werd het café al beschoten. En gelukkig raakten er bij beide incidenten geen mensen gewond, maar dat had natuurlijk heel anders kunnen aflopen. We zijn daarom ook hard op zoek naar de verdachte en we onderzoeken of er een link is tussen de twee incidenten. De schutter komt aanlopen, schiet meerdere malen op het café en rent weer weg. We komen heel graag in contact met mensen die meer weten, die iets gezien hebben, iets gehoord hebben. Misschien wel een camera voor de deur hebben hangen met beelden daarop. Die mensen vragen we om zich te melden. En daarnaast horen we het ook graag als er mensen zijn die de verdachte herkennen. Heeft u tips of beelden? Laat het weten.